Zo, dat was mijn weekie. Het is inmiddels weekend. Het wordt 2 dagen lekker weer. Vandaag weet ik nog niet wat we gaan doen. Maar ik voel me wel, omdat we deze week best wel een drukke week hebben gehad. Als in, ik moest naar Arnhem en ik moest naar Gorinchem. We hebben video opgenomen. We hebben de lijn gedropt. We hebben de kledinglijn, de overprikkelde kledinglijn. En we hebben een nieuw spel uitgebracht. Het mentale gezondheidsspel Junior. Dit spel zal vanaf komende woensdag te krijgen zijn op onze webshop. En ik moest video deze week online zetten. Dus best wel veel. Ik wilde eigenlijk niet filmen dit weekend. Maar ik dacht, ja, maar ik heb mezelf gewoon opgelegd om maandag weer een vlog te maken. Dus ik ga het wel doen. Vanavond gaan we wel nachos eten. Dat is het enige wat ik weet. Trouwens, gisteren was mijn zus er. En die had een nieuwe plaat voor me voor mijn verjaardag. Echt super blij mee. Wilde ik al zelf heel de tijd kopen. En hier hebben we onze bad boy, Mr. Freaky Boy. Die is laatst over de schutting heen geklommen. Dus die mag niet meer naar buiten totdat we iets aan de schutting gedaan hebben. Schat, weet je dat ik dus echt best wel veel reacties kreeg van mensen die zeiden van ja, komt die blauwe nog terug of deze die we hebben en zo. Ja. Best wel veel mensen die toch nog die oude collectie toch wilden, ja. En we hebben een superleuk idee voor een lijn met over dyslexie. Daar ga ik nog niet te veel van verklappen, maar we hebben gisteren een heel leuk... Nou, we hadden dat al bedacht en gisteren hadden we even wat ideetjes nog erbij. Ik hoop dat we die in september kunnen lanceren. Ja. En dan zeg ik net van, ik ben echt... wat zei je nou? Die zei... Ik had zelfs voor. Dat was nu zo droog, dus dat ik veel kon doen. Oh, zo, ja. Ja, omdat het zo lekker weer is. Dat is echt top. We hebben ooit dus een melkopschuimer gehad. Die werkte goed, maar die ging wel kapot. En toen zag ik deze op TikTok voorbij komen van het merk Simple Taste. En blijkbaar is dit echt dé melkopschuimer die je kan kopen. Dat was best wel duur, 15 euro. Maar hij is ook wel echt heel goed. Echt een toppetje. Ik zou hem aanraden. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten misschien, als dat me lukt. Ik heb sinds kort ook een nieuwe filosofie trouwens. Om gelijk alles wat vies is, gelijk of in ieder geval binnen een uur of zo even af te wassen. Zodat we niet heel veel rotzooi hebben. Het enige wat ik namelijk hoef te doen is de keuken. En als degene waar het meeste rotzooi ligt, kan ik gewoon beter aanpakken. Dus en sinds een week doe ik het en het werkt wel. Alsjeblieft. Schat, ik zit te denken. Moeten wij voor jou niet eerst matcha gaan halen? Of een keer het matcha in ieder geval testen? Dat je het gaat testen. Daar zit toch veel meer cafeïne in? Het ander soort cafeïne. Ja. Wat afgeeft over de... Dus dat is eigenlijk beter in die zin voor jou. Lukt het een beetje? Ja, dat is het derde ras. Zo bizar joh. In één dag. Heftig. Zo lekker droog, dan hoef je het allemaal niet in je huis te hebben. Oh, dat is heerlijk. En een scootertje staat op te laden. Gaan we zo nog met scooteritje doen? Ja, dat is goed. Ja? Ik heb dus sinds kort ontdekt dat ze bij Uniqlo mijn maat hebben in broeken. En nu heb ik dus broeken die gewoon passen, die niet te lang zijn. Ja, dat is echt onmogelijk met jouw lengte. We gaan dus dadelijk eventjes, denk ik, met de scooter on the road. Maar zullen we heen gaan? Toeren, toch? Toeren? Tour du jour? Tour du jour. Tour du jour. Dan wil ik niet langs Den Haag, want daar gaan we altijd heen. Gebied er, als je naar Wassenaar scootert, zo leuk. Scooteren. Ja, welk gebied doe je dan? Weet je, als je naar Wassenaar scootert, dus langs al die weilanden gaat. Oh, als we naar... Nee, dat is niet naar Wassenaar. Dat is als we naar Leiden gaan. Oh. Help me, zijn sowieso vervelend. Bij jou gaat dat nog wel. Hoezo? Omdat ik een grote kop heb? Zo'n bobblehead. Heb je al een idee? Ja, ik heb toch gezegd waar ik heen wil? Echt naar Wassenaar? Ja, nee, dan gaan we niet. Dan moet jij wat uit. Nee. Ik vind het prima. Maar wil je echt naar Wassenaar of wil je dan naar Leiden? Dat is het meer. We kunnen ook gaan skateboarden aangezien we toch al deze helm op hebben. Huh? Lekker naar de... Nou, hoe noem je dat? Skatepark? Kijk, ze rennen. Oh, zo lief. Oh. We zijn even naar Van der Valk. Zo wat een wind trouwens, joh. Ja, het is echt... Ik weet niet of je me gaat verstaan. Echt een aardig windje. We zijn even naar Van der Valk gegaan bij Voorschoten. Wat waarschijnlijk de eerste Van der Valk is in Nederland. Althans, dat zegt Lennart, toch? Dat hebben we van de stagiair begrepen. Hier zit tante Tokkie en blijkbaar heeft hij lekkere pannenkoeken. Hij heeft daar gewerkt ook, hè? Heeft hij daar gewerkt? Ja, dat vond hij niet zo. Hij maakt nu weer vlogs, toch? Ja. Ik denk van gaat vaak altijd zoals nog steeds over eten. Dus eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Ja, ons leven draait gewoon om wandelen en eten. Wandelen en eten. Oh, daar komen ze weer. Hey!
Maar het is wel zo, toch? Ons leven draait om eten. Hmm. Eten, wandelen en winkelen. Gelukkig wel, toch? Ja, wat heb je eigenlijk gemist als je echt niet van eten houdt? Er zijn mensen die er niet warm van worden. Ja, ik dacht in eerste instantie toen wij begonnen te daten ook dat jij er niet zou van houden. Nee? Ja, dat is echt. Je had niet zoveel. Nee, ik was heel zenuwachtig. Ja, snap ik. Dan kan ik niet zo goed eten. Nu die wind weg is, is het echt een stuk beter te doen. Oeh ja, zo. Dat is lekker warm. Hoor die zeegeluiden. Heb je al een idee wat voor pannenkoek je neemt? Ik hou altijd van de classics, dus spek en kaas. Een classic pannenkoek is een naturel pannenkoek. Ja, maar dat is echt een classic. Gewoon spek en kaas op pannenkoek is toch eigenlijk wat iedereen vroeger wel kreeg. Nee, dat denk ik niet hoor, meid. Eigenlijk als ik heel kaas dan. Kaas wel. Maar heel veel mensen houden van de zoete pannenkoek. Nou, ik vind geitenkaas ook wel lekker hoor. Met walnut en honey. Pas je op. Oh, hij is een beetje schrikachtig. Veel kinderen? Heel veel kinderen, ja. Kan je dat aan? Tuurlijk. Heb je oorlog in? Hey, allemaal kroket. Ga je pannenkoek? Ja, volgens mij wel. Ik wil gewoon een spek kaas natuurlijk. Een soort vrij frisse koppie koud. Ja, moeten we gewoon even zeggen dat we binnen willen zitten? Ja. Hier is het druk trouwens, hè? Ja. Had ik niet verwacht. Dit is niet door, hè? Maar we gaan allebei voor een kaas spek. Dit is de kaas spek pannenkoek. Wel weinig spek. Lekker? Ja? Tante Tom. Nou ja, is wel lekker. Oh. De rust is ineens wedergekeerd. Heerlijk. We zijn er acht. Weer uit, jongens. We gaan nooit naar aan kinderen beginnen. Nou. We vinden ze irritant. Zat die begin niet aan kinderen? Ah ja, zo. Je kiest er. Je krijgt ze. Ja, ik weet het nooit. Je krijgt ze, hè? Ja, dat was het, ja. Ja, maar het was voor mij ook ooit een droom, hè? Serieus? Ja, voor mij ook. Voor mij echt ooit een droom geweest, totdat ik ouder werd. Ja. Toen dacht ik, nou, laat maar. Ja, bij mij echt totdat ik het leven leuk begon te vinden. Maar echt. Maar toen wilde je het als invulling van je leven, zeker? Hmm. Ja. Ze zeggen toch altijd van een relatie. Je moet het niet doen als invulling van je leven. Maar ik heb het idee dat het met kinderen hetzelfde is. Ja, maar bij vrouwen werkt het ook weer een beetje anders, hè? Een man is sowieso... Ik ben eigenlijk gedisqualificeerd, ik mag er eigenlijk niks over zeggen. Ja, die krijgen dan bepaalde gevoelens en zo. Maar ja, ik weet niet, ik heb die dan gevoelens die wel gehad. Gek hoe dat eigenlijk kan gaan, hè? Want als tiener zei ik altijd, ik wil wel twee kinderen. Nou, ik denk nu echt van, nou, laat maar. Maar toen wist ik ook niet wat het was eigenlijk, laat eerlijk zijn. Toen was je zelf nog een kind. Oh, trouwens, het eten was wel prima, maar het was niet helemaal gekookt. Wat wel grappig is, een meisje komt vragen van, ja, is het allemaal lekker? En dan zeg ik altijd ja, uit beleefdheid, maar ik zeg nooit waar het op staat, dat durf ik dan nee, nooit. Nee, maar ja, goed, je hebt hele pannenkoek in je mik gedouwd en dan ga je zeggen, nee, was niet zo. Nee, was niet dat zo, kan ja. ook niet, natuurlijk. Nee, dat is ook weer zo. Maar goed, waar gaan we nu heen? We gaan nu naar de scooter lopen. Ja, en dan? En dan gaan we erop stappen. Ja, en dan? Ja, wat push je me niet zo, joh. We zijn even naar de intratuin gegaan, want velen van jullie zeiden dat de Bretts chips hier te krijgen zijn sinds kort. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus toch weer voor eten, hè? Ik hou daar echt van. Oh. Dat deed ik, sorry. Is dat cute, ja? Ja, ik zou het liefst echt mijn hele huis er vol mee willen houden. Ja, echt? Met die zooi? Ja. Waarom vind je dat zo mooi? Ik begin daar bewust niet aan. Nee, omdat ik het... Ja, ik vind het gewoon zo rustgevend en mooi eruit zien. Ja? Ja. Echt een soort van positieve vibe heeft dat. Oh, zo leuk. Mij te denken om deze niet voor een moesje mee te nemen. Vind je dat leuk, hè? Ja, ik weet wel dat ze daar ook wel van houdt. Dan moet je die toch mee. Zal ik dat doen? Ja, waarom niet? Waarom niet? Kijk of die mooi is, schat. Wil jij de mooiste uitzoeken? Lijkt me een beetje lastig, schat, want ze zijn allemaal lelijk. Nee, ik weet het. Fuck, man. Ik probeer ze uit het huis weg te werken. Guylaine probeert ze erin te werken, hoor. Kijk hoe mooi, zo rustgevend. Of je het strand in huis houdt. Zo, dat gaat lekker, mee. Hè? Moeten we niet even een dingetje halen? Wat een dingetje? Een mandje. Oh, nee, jongen. Kun je nog wel een geluid maken, namelijk. Kijk, dus dit is zo'n ding die ik echt denk van, die wil ik eens een keer kopen. Iedere plek,
Ik vind zodra het een telcel klaar mee, dan geloof ik dan niet. Ik vind dat we het moeten proberen. Hij is 5 eetjes. Welke wil je? De groene, de rode of de blauwe? Doe maar de groene. Groene? We hebben een nieuwe kattenbak nodig, want diegene die we nu hebben is echt verschrikkelijk. Het plas komt aan de onderkant eruit. Wat we nu hadden is wel lekker mooi stylisch, hè? Het is echt een hele mooie, maar hij plast tegen de kant aan, waardoor het gewoon... Eruit loopt. Eruit loopt. Ja. Dus ja, je kan hem ook proberen te verkopen natuurlijk, schoonmaken. Nee, dat gaat... Nee. Nee? Echt vies. Hij is heel schoon nog, hè? Ja, hij is wel schoon. Hij is echt nog heel schoon. Ja, dat is waar. Anders geef je hem weg. Nou, ik zie hem al eten, echt. Nou, saai. Boring. Zo, en we hebben nog wat dingen gekocht ook. Alleen de chips hadden ze helaas niet. Waar we voor kwamen. Jammer. We zijn thuis. Ja, het begint gelijk. Zo, hallo. Freek. We hadden het nodig. Hé, hey, goed vriend. Hé. Hey. We hebben dus catnip en zo'n ding voor hem gehaald. Ook zo. Dus ik heb dit ding gekocht. En dit moet als het goed is heel veel haren gaan verwijderen. Kijk. En die kan je gewoon afwassen. Of wassen met water. En dan doet hij het gewoon weer. Nou, of dit nou weer... Zo. Er zit een plaklaag op. Gadverdamme. Komt ie, hè? Oeh. Wauw. En nu is het dus handig aan dat ik dit kan afwassen. Oh, wow. Nou, als het goed is, dan droog je hem op en dan doet hij het weer. Denk ik. Hé, hij plakt gelijk weer. Dus als ik nu goed... Ja, hij heeft gelijk weer dingen. Hij is helemaal vastgekoekt in die bank van Freek. Een viezerik, hè, die Freek. Die zit helemaal onder de catnip. Heb je er over me heen gegooid of zo? Nee. Oh, hij is er alleen gaan rollen, denk ik. Oh. We hebben dus een paar weken geleden met mijn verjaardag een sodastream gekocht. En we zijn nu door de eerste batch heen. En nu gaan we door met de tweede. Hey, we zijn echt oprecht wel enthousiast over, want wij deden zo vaak Spa Rood kopen, dat we hem er nu al, nou niet bijna uit hebben, maar we hebben er wel echt heel veel van gedronken, dus echt top. En we doen dus alleen maar met water, je kan natuurlijk ook smaakjes aan toevoegen, maar heel veel smaakjes zijn met aspartaam en wij zijn geen aspartaamfans, zo. Echt ongekend, hè? Kijk jongens, hoe mooi. Nou, je denkt natuurlijk, wat ben je een viezerik, maar ik stofzuig die bank echt gewoon. Ja, dat weet ik. Maar de stofzuiger op die bank werkt ook helemaal niet, hè? Dat heb ik van de week toevallig zitten lezen. Oh. Dus... We zijn lekker thuis. We gaan even nog chillen. Over een paar uurtjes gaan we op een nichtje en neefje van Guilaine passen. Oh, zo. Je bent lekker speels. Ik ben dus door Guilaine echt super veel YouTube gaan kijken. Daarvoor keek ik het wel, maar niet zo heel veel. Maar we kijken ook heel veel dingen die heel niche zijn. Dus we kijken ook heel veel over attractieparken. Ook gaan we er zelf nooit heen. Ik vind het wel leuk om te zien. We kijken heel vaak Disney. Ja. Heel veel Disney. Maar eigenlijk niet echt omdat we er zelf heen willen, maar gewoon omdat we het wel grappig vinden om te kijken. Toch? Want het is niet alsof ik denk van ik moet echt hierheen of zo. Een wonderlijke wereld vind ik dat. Ja, ik vind het meer de fascinatie voor mensen die heel erg enthousiast worden over het attractieparken vind ik gewoon heel cool. We kijken ook heel veel huistuin- en keukenvlogs. Omdat het is gewoon, leuk, het is gewoon dat, relaxed. Dat waar mensen, andere mensen enthousiast van worden. Ja, precies. Dat is het misschien. Waar andere mensen enthousiast over worden, vind ik het altijd wel leuk om te kijken. Ja. Eigenlijk. En het kan echt over alles gaan. Want we hebben ook een keer een heel dag alleen maar van die treinvideo's zitten kijken. Van een gast die alleen maar treinen en echt de ziekste treinen sporen en zo. Ja, ik weet dat, kijk, Guilaine is een autist. Dus je zou zeggen, die houdt heel erg van treinen. Maar dat valt mee. Hallo. Hallo. Mukbang. Guac. Vind je het lekker? Heerlijk. Ja? Ik vind het echt delish, schat. Heb je weer lekker gemaakt. Ja, maar ik vind bij dit soort dingen, als je dan zegt delish, dan denk ik, ja, dat snap ik. Maar zoveel heb ik er niet aan gedaan, dus zoveel complimenten hoef ik daar ook niet te van hebben. Nou, ik vind het echt niet te vreten. Dank je. Weet je wat ik dus jammer vind? Nou. Aan die streamingdiensten. Ja. Nou, dan denk je, joh, ik heb eigenlijk wel zin om die film te kijken. Het staat hier letterlijk nergens. Ja, soms denk je van, dan heb je echt 5 streamingdiensten en dan kan je nog een film niet vinden. Ik heb een keer gehad dat ik gewoon echt van plan was medespaarrekening te geven voor een bepaalde serie. Mm-hmm. Maar ik kon gewoon nergens, ook niet betaald. Nee, dat is bizar. Je zou zeggen dat we er met tegenwoordig op vooruit zijn gegaan, maar ik heb allemaal dvd's weggedaan. Ik had er 1500. Nu kan ik die films niet meer kijken. Ik had echt 1500. Ik was er ook best trots op. Ja, snap ik wel. Dat je dat allemaal...
heb kunnen betalen. Van mijn 15e tot mijn 25e, denk ik 10 jaar over verzameld. Ik zei dus ooit tegen mijn zus, als ik er meer heb dan jij, dan stop ik. Maar dat kwam? Ja, dat kwam op een gegeven moment terug. Maar had zij er ook zoveel dan, jongen? Ja, ze heeft nog steeds best wel veel. Ja, ik vind dat wel leuk hoor, zoiets verzamelen. Ik heb toen met series gehad. Wij moeten een verzameling zien te vinden, maar die niet te groot is. Ik wil stickervellen verzamelen, toch? Stickervellen. Ja, maar ik voel daar toch minder iets bij. Magneten, vind ik wel leuk. Ja, toch wel. Maar het is wel leuk om wat te hebben om te verzamelen, maar wij hebben allebei niet echt... Hobby's. Nee, dat we nou echt heel enthousiast van dingen worden die te koop zijn. Nou ja, eten. Nou. Ja, dat is ook weer weg als je het hebt gegeten. Ja, het verzamelen. Waarom zou je ergens jezelf iets op... Nou, het is leuk om toch iets te hebben om te zoeken. Je hoeft niet gelijk helemaal extreem te gaan. Oh, maar zijn dat grote GPS? Ja, dat is echt goed. Net een spaceship.